deze oefening beschouwen wij een elektromotor waar we een spanning op zetten van 230 volt. En als die elektromotor in werking is, zal die bij een spanning van 230 volt een stroom trekken van 5 ampère. De vraag is, wat is nu het vermogen dat die motor verbruikt? Nu, om te beginnen gaan we weer de formule opschrijven. Dus de formule van vermogen. P is gelijk aan spanning maal stroom. Dus we weten, vermogen is spanning maal stroom. En die twee waarden, die kennen we al. Dus eigenlijk is die oefening heel makkelijk opgelost. Op te lossen, wat is het vermogen? Vermogen P is gelijk aan spanning maal stroom, is gelijk dus aan 230 volt maal 5 ampère. En dat komt neer op een vermogen van 1150 watt. Of als we dat uitdrukken in kilowatt, komen we uit op 1,15 kilowatt.